verschillende opleidingen gedaan. Ik heb mijn master mogen doen in Argentinië. Ik vond dat toen fantastisch, omdat ik... Zo leert je ook die wereld beter kennen, want... Van eigen onderzoek. Ik ben heel graag bezig met literatuur. Met deze opleiding kan je heel veel kant op. De opleiding Taal en Letterkunde Twee Talen. Onze opleiding officieel heet Taal en Letterkunde Twee Talen, maar er zijn weinig mensen die dat gebruiken of die dat nog kennen. Want vroeger had je Germaanse, Romaanse, Klassieke, en veel mensen kennen dat nog altijd. Maar het is toch al sinds 2004 dat we samengesmolten zijn en dat er nu één opleiding is met de Germaanse, de Romaanse en de Klassieke talen. We hebben in totaal 9 talen en je moet er 2 uitkiezen. Je kan die daar ongeveer vrij uit die poelen van 9 talen kiezen. Zo hebben we de 4 Germaanse talen, Nederlands uiteraard, maar ook Engels, Duits en Zweeds. De 3 Romaanse talen, Frans, Italiaans en Spaans. En de 2 klassieke talen, Latijn en Grieks. En daar moet je er dus 2 uitkiezen. Dat kan Engels, Latijn zijn bijvoorbeeld. Dat kan Nederlands, Spaans zijn. Je kan er vrij uitkiezen. De opleiding zelf is voor de rest gestoeld op 5 pijlers, zeggen wij meestal. Een eerste pijler heeft natuurlijk te maken met de taalvaardigheid. Je moet de talen die je bestudeert, moet je ook goed kennen, moet je ook grondig kennen, moet je gemakkelijk kunnen lezen, schrijven, spreken en ernaar luisteren. Dus die vaardigheden in de verschillende aspecten van een taal worden bij ons toch ook altijd wel goed ingeoefend. Het is niet zo dat dat alleen maar theoretisch is, er is dus ook een praktische kant aan onze opleiding. We weten ook wel dat er verschillen zijn in voorkennis. Voor Nederlands gaan we uit van moedertaal. Voor Frans en voor Engels gaan we eigenlijk uit van het niveau dat je hebt op het einde van het middelbaar onderwijs. Voor de andere talen gaan we eigenlijk uit van voorkennis 0, alhoewel dat voor Latijn bijvoorbeeld niet voorkomt. Voor Grieks hebben we het wel gehad, dat er studenten zijn die geen Grieks gehad hadden, geen Grieks gestudeerd hadden in het middelbaar, maar toch Grieks gekozen hebben aan de universiteit en die dan heel, heel intensief in het eerste semester toch heel, heel zwaar moeten studeren om dat bij te benen, maar het is mogelijk. Er zijn enkelingen die het doen, maar het is mogelijk. Voor Spaans, voor Duits, voor Italiaans gaan we eigenlijk uit van, of voor Zweeds gaan we uit van voorkennis 0. Dus dat is de taalvaardigheid. Een tweede pijler is de taalkunde. Heeft met de taalvaardigheid te maken, maar is toch iets anders, taalkunde. Jullie zullen dan wel denken, ja, goh, weer, spraakkunst, zinsanalyse, woordvorming enzovoort. Maar we doen toch wel iets meer dan dat. Dat is allemaal het onderzoek van het systeem van een taal. Maar daarnaast kan je ook gaan kijken naar hoe je een taal gebruikt in de maatschappij. Hoe mensen daar tegenover staan. Denk maar bijvoorbeeld aan het hele debat over het gebruik van tussentaal in Vlaanderen. Dat toch wel op dit moment een acuut debat is. En waar wij proberen onze studenten een grondige basis te geven, een grondige bagage te geven om antwoorden te kunnen geven in zo'n debat. Dat is dus de taalkunde. Een derde pijler is de letterkunde. Letterkunde, alle aspecten van letterkunde. Je krijgt poëzie, je krijgt proza, je krijgt drama. En je moet natuurlijk met die teksten zelf, die moet je kunnen lezen, die moet je dan ook in de vreemde taal kunnen lezen. Die moet je goed kunnen lezen, die moet je goed begrijpen, de vorm van de teksten, de inhoud van de teksten. Maar natuurlijk, die teksten worden ook geschreven in een context, dus je krijgt daar ook de cultuurhistorische context bij. En dat brengt mij onmiddellijk al naar de vierde pijler, de geschiedenis en de cultuur, de achtergrond van de talen die je bestudeert. En dan heb je tenslotte de vijfde pijler. Het is een academische opleiding, het is een universitaire opleiding, dus onderzoek is ook altijd heel belangrijk. En we leiden je daar naartoe. Op het einde van de rit moet je een masterproef schrijven, maar we proberen in het eerste jaar krijg je wat we noemen heuristische oefeningen. Dat zijn oefeningen om met bronnen te leren omgaan, zodanig dat je niet altijd alleen maar naar Google of naar Wikipedia gaat als basis, maar dat je ook elders informatie vindt en dat je dat op een gefundeerde manier vindt. In het tweede jaar moet je papers schrijven voor elk van je talen. In het derde jaar heb je de bachelorproef, in het vierde jaar de masterproef. Zo wordt dat, die onderzoekslijn ook mooi uitgezet. Dat zijn dus de 5 pijlers. Na afloop, als je afgestudeerd bent, waar kan je nu terecht? Wel, we zien dat onze afgestudeerden in 3 grote domeinen terechtkomen. Een eerste sector is natuurlijk onderwijs. Heel veel mensen die lesgeven in het secundair onderwijs, daarvan zullen er bij ons gepasseerd zijn of aan de andere universiteiten. Maar dat kan ook in het volwassen onderwijs zijn of het hoger onderwijs of bij de VDAB, ik zeg maar wat. Allemaal onderwijs. Een tweede domein is de grote culturele en de mediasector.
Denk dan bijvoorbeeld aan uitgeverijen of in de media, journalistiek. Of een aantal van de mensen die werken voor de VRT bijvoorbeeld komen uit onze opleidingen. En dan een derde domein, dat is een heel groot en heel divers domein, dat is de privésector. Dan kan je voor een bedrijf werken, denk bijvoorbeeld als woordvoerder, als communicatieadviseur. Of je kan bijvoorbeeld zelf je bedrijf opstarten. Er zijn studenten, afgestudeerden, die begonnen zijn met bijvoorbeeld een import-exportbedrijf. En dan specifiek in het land dat ze bestudeerd hebben, omdat ze die cultuur daar ook goed van kennen. Het zijn maar enkele voorbeelden. Wat iedereen gemeenschappelijk heeft, denken wij dan toch, dat is dat jullie allemaal kritisch leren denken en zelfstandig leren denken. En dat twee aspecten zijn die heel belangrijk zijn voor welke job dan ook later. Welke job dan ook je wil uitoefenen, dat kritisch reflecteren, dat kritisch nadenken en zelfstandig werken, zelfstandige informatie kunnen verzamelen en dat verwerken en daar iets mee kunnen doen. Dat zijn echt twee basiscapaciteiten, twee basiscompetenties die je in onze opleiding verkrijgt. Als je meer informatie wil, we hebben een website waar dat op staat. We hebben ook een Facebookpagina waar op dit moment toch wel, ik weet het niet juist hoeveel, maar meer dan 1000 likes op zijn. Dus je kan daar gerust ook eens komen op kijken.